Vicepresident Ronnie Brunswijk is vanaf afgelopen zaterdag de koning van het Afro-Surinaamse erfgoed. Deze koninklijke onderscheiding kreeg hij van enkele Afrikaanse koningen die deel uitmaken van de Trusteeship Council of the African Royal Kingdom die voor de ceremonie naar Suriname zijn afgereisd. Deze plechtigheid die in Mungutapu in het geboortedistrict van Ronnie Brunswijk, Marowijne, plaatsvond, was druk bezocht. Deze onderscheiding moet de Afrikaanse diaspora dichter bij elkaar brengen. Het is voor het eerst dat iemand buiten Afrika zo'n koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. De diverse Maronstammen waren aanwezig om hun ondersteuning te geven aan Brunswijk. Echter waren er geen vertegenwoordigers van de Alukus, Paramakaners en Saramakaners aanwezig. Ivan Emanuel, hoofdkapitein van de Matawai, zegt dat dit een groot moment is voor het binnenland. Hij benadrukte ook dat Brunswijk de nodige ondersteuning moet krijgen en de samenleving geen waarde moet hechten aan de spraakberichten die de afgelopen week rondgingen. Het is volgens hem juist van belang om stil te staan bij het goede dat Brunswijk in de afgelopen periode heeft gedaan voor de samenleving. Bika is en besabi, Tamasa Brunswijk. Anabi ras, anabi volk, anabi disi, is en beta yepi. So dry kone ku yufuka. Because neti of the dia, atampu da buskone, atampu da sana, ku yepi sana. Hoofdkapitein John Lesina, vertegenwoordiger van de Oukaners, zegt dat Brunswijk de nodige ondersteuning zal krijgen in zijn nieuwe functie. Hij haalde aan dat er veel verwarring is ontstaan in de samenleving sinds bekend is gemaakt dat Brunswijk een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Gezien we in Suriname geen koninklijke landsbestuur kennen. Lesina gaf te kennen dat de bekroning van Brunswijk niets verandert aan de structuur van de traditionele gezagdragers. Dat want twijfel jij nu als een manke, zou je social media, dat Brunswijk ook een koning gama, nou de mo, als een dat jij nou aan toe zijn, nou als een man aan boek, weet jij, dus dat bedoel, want jij wil ik voor van gama, voor tijd jou kan is politiek, jou gama die. Dat je nou aan boos koop voor alles te konden, maar zou jij wanneer meke gewoon tapu sabi, dat je dat Brunswijk aan verdien, Arman Sunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie, ziet de bekroning van Brunswijk tot koning van de Afro-Surinaamse cultuur als een historisch moment. Hij herinnerde Brunswijk eraan dat hij begint aan een belangrijke uitdaging. It's a challenge of leadership. And you have to connect back to Africa. And Africa has to connect back to you. Because the future is there for our youth. And take the advantage to be the leader of the youth. Ronnie Brunswijk haalde na zijn bekroning aan dat het geheel gezien moet worden als een award. Hij is blij dat hij nog een titel erbij heeft gehad en benadrukte dat zijn kroning tot koning niet valt binnen het traditioneel gezag. Dit is een heel andere waardering die ik heb gehad. En vele mensen die zeggen van ja, dan wordt hij koning van iedereen. En dat is het niet. Het is een titel die ik heb gehad. Een waardering voor al het goed werk wat ik doe. Dus dat is het. Maar ik ben bijzonder blij. En wat moet dit betekenen voor de relatie tussen Suriname en Afrika? Nou, in ieder geval hebben wij vanaf dit moment band gelegd. Tussen Suriname en Afrika. We hebben ook gesprekken gehad om rechtstreeks verbinding te hebben met Ghana. En dat gaan we proberen te realiseren als eerst. En dat we dan die interconnectie kunnen doen.